Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. De HEMA verkoopt weer categorie 1 vuurwerk. Deze producten zijn niet van de HEMA. Die zijn namelijk van yourpyro.nl. We hebben hier een pakketje van ze. Waaronder dus die noodsignalen. Die zijn te gebruiken tijdens nood. Nou, wij waren wel in nood net, tijdens de intro. We hebben hier een witte, nog een rode en een groene. En de Eurojet Flame. Zo. Je ziet hem niet, maar het is een ja, het doet het goed, man. Mooi vlammetje. In ieder geval met de kortingscode PYROTEAMDELFT 2021 staat hier in beeld, kunnen jullie ook zo'n pakketje krijgen. Maar onder die goede aanstekers, en volgens mij was het op is op, zo, op dit moment. Dat is ook een bakbeest. Ja, we hebben je moet rijden. Ja, we hebben echt veel van die dingen, man. Zo. Ja, echt goeie. Wij zijn bij de HEMA geweest, jongens. Hey, jongens, even naar binnen bij de HEMA. Kijken of ze vuurwerk hebben hier zo. Let's go. Ja, jongens, we komen in de HEMA. Ligt de vuurwerk hier. Vorig jaar hadden we het al getest, maar ze hebben nu nieuwe dingen. Waaronder de knetterfonteinen. 3,75 voor 8 stuks. Is denk ik wel de moeite waard. Gaan we even nemen. Maar ook knetterlinten. 3,50 voor 24. Ik ga die echt even testen zometeen. Kijken of het de moeite waard is. Bij de Lidl hadden ze natuurlijk geen knetterlinten dit jaar helaas. Dat pakket hier zo, Junior Deluxe pakket, er zit ook veel producten in. Die hebben we hier al in het mandje gelegd. Handvakkels, 4 stuks. En dit pakket, handvakkel 4 stuks. En wat hebben we gehaald? Waaronder het Junior Deluxe pakket, knettenfonteinen, 8 stuks. Het Junior pakket klein. Ik weet echt niet wat erin zit, maar ik dacht ik wil het gewoon even voor jullie testen. En het, oh ja, knetterrotjes. Ook, hoe gek is dat van de HEMA? Gaan we ook even doen. En hetgene waar ik het meest over verbaasd was, knetterlinten. En die zijn namelijk van Weco. En dit verklaart misschien, jongens. Kijk maar, Weco hier zo. Oh, ook al van Weco, ja. Dit verklaart misschien waarom er geen knetterlinten bij de Lidl zijn. Die zijn namelijk bij de Lidl natuurlijk veel goedkoper dan dat ze het bij de HEMA kunnen aanbieden. Dus misschien hebben ze dat expres gedaan, zodat ze dit weg kunnen zetten bij kleinere winkels voor wat meer geld. Wij gaan ze in ieder geval testen. Zullen we gelijk beginnen met die knetterlinten dan? Ja, doe maar. Ik ben wel benieuwd. Ik kreeg namelijk de tip van mensen dat deze heel goed zijn. Kijk, het zijn precies die knetterlinten, man. Ook deze aansteker is van Mitch. Your Pyro. Kijk hoe die is, man. Nou, niet heel goed, man. Toch? Niet heel goed. Van de knetterlinten die we hebben gehad, zit het er een beetje tussenin, hè? Precies. Niet slecht, maar ook niet super. Nee, man. Maar goed, je moet wat. Deze dagen. Ik ga een nieuw pakket doen. Althans, ik weet niet, heb jij deze vorig jaar gezien bij de HEMA? Nou ja, maar het zou maar weer een omlabeling zijn, hè? Ja. Maar wacht eens, man. Knetterfontein. Die kunnen bijna van paard. Die zijn wel goed, man. Zo. Die zijn wel goed. Lachen? Hey, die vind ik wel sick, hoor. Daar gaan we nog even wat van bijhalen, denk ik. Denk het ook. Heel schuil ook, joh. Zo, wat een harde knetter komt daar vanaf, joh. Niet normaal, hè? Nog eentje. Kan leren. Hoppa. Hoeveel kost dit dan? Ik dacht 3 euro, man. Ah, dat is ook niet heel veel. Dan gaan we nu even naar het pakket. Misschien zitten de knalerten in. Heb ik hem voor niks gehaald. Ja, ja, voornamelijk wel. Sterretjes, knalerten en oh mijn god, serieus? Deze heb ik echt voor niks gehaald. Doe eens even zo'n poppetje. Nou, ik denk dat ik deze aan jouw broertje ga geven, man. Ja, sterk. Ja, het zit hetzelfde in, man. Denk. Hetzelfde printje. Exact hetzelfde. Ja, in ieder geval, jongens. Ik dacht echt dat er fonteinen in zaten. Is dus niet het geval. Nou, dan weet je in ieder geval wat je wel niet moet halen. Wat is dit? Ja, hier zat in ieder geval, zit in ieder geval geen... Hey, wat denk jij? Zullen dit knalerten zijn? Ja, dat zou wel heel erg. Begin het nieuwe jaar met een knal en gooi daarna je vuurwerkresten bij het afval. Even zo doen. Hoppa. Ik ben benieuwd of we hier verrast door zijn. Gaat er in ieder geval harder dan een knetterlintje? Ja, die zijn inderdaad harder dan een knetterlintje. Het
vuurwerk. Zullen we een heksenkringetje doen? Ja, hier zit er echt veel van in. Een heksenkringetje. Ja, gewoon even zo doen. De knetterhoortjes zijn in ieder geval wel de moeite waard. Maar als je mij vraagt, ga voor de knetterfonteinen naar de HEMA en de knetterlinten. Dat zijn namelijk gewoon de knetterlinten van de Lidl. Maar dan wat duurder. Nou, jij wil graag een... Heksenkring. Zo! Ja, dan stelt het wel ineens heel veel voor, hè? Nou, zoals jullie zien, ze zijn best wel lang, die knetterlinten. Het zijn echte knetterlinten van de Lidl, zoals we ze gewend zijn. Nou, deze is wel heel slecht. Wel weg. Nee, die was echt heel slecht. Kijk, soms is het ook leuk om zo'n knoopje te maken, hoor. Ja, dat het allemaal in één keer gaat. Even kijken. Nou, even serieus. Wat is dit? Ja, dat slaat echt nergens op, man. Het is niet eens kat 1, dit zit onder kat 1. Ja, man. Dan maar een heel pakje, maar ik ben bang dat dat ook niks voorstelt dan. Het zou niet heel verbaasd als dat bij die niet. Wat een gepruttel, joh. Leuk. Ja, dit is bijna geluidsloos vuurwerk. En dan te bedenken dat deze knetterfonteinen echt het beste waren. Even een paar tegelijk doen. Misschien dat sommige wel beter zijn. Maar ik denk echt, jongens, dat we moeten wachten tot de Aldi gaat verkopen voor de knetterlinten. Zal het werken, denk je? Ja. Zo? Gaat in ieder geval af. Wegwezen. Lekker strikkie. Nou, dat slaat nergens op, man. Dat slaat echt nergens op. Nee. Nou, doe dat maar even, ja. Doe mij niet naar. Ja, het zijn geen knetterlinten te noemen, man. Eerder pruttellinten. Hé, hey, pruttellinten. Dit is echt niks. Ze noemen ze dus handfakkels, maar dit zijn gewoon morning glories. En dit is dus categorie 1 vuurwerk waar ik niet mijn bed voor uit wil komen, maar... Hebben ze nog meer? Nog meer handfakkels. Zo. Kijk, als je ze allemaal aansteekt, is wel lachen. Zo. Deze zijn dus ook bij Your Pyro te verkrijgen, jongens. Gaat dat zo? Die zijn dus ook bij Your Pyro te verkrijgen, maar alleen te gebruiken als je in nood bent. Help, ik zoek de kat even vuur. Maar dit zijn dus die fakkels die ze ook in stadions doen, volgens mij. Oh ja. Komt echt een gek rook vanaf, ook gekke rook vanaf. Ja? Ja, man. Moet er meer lucht van je? Gooi maar, man. Je hebt zeg maar een soort streek op je, dan moet je hem gewoon zo. Oh. Ik weet dat er vorig jaar zo'n stukje schoot naar mij. En deze is wit. Dat is wel fel, man. Ja, man. Maar die rook die eraf komt, joh. Oh ja, en een groene hebben we nog. Van FC Groningen. Dat lijkt gewoon rood, hè? Oh, hetzelfde. Zo! Nee, is wel groen, man. Zo, wat een felheid komt daar vanaf, gek. Ja, wat een rook bedoel je, gewoon. Koaleren. Nou, dit was heftiger dan het kat 1, in ieder geval. Dat helpt. Shit. Je jong leren. Ja, lijf. Ik denk dat de brandweer komt zo, man. Dan
kijken. Zo. Als je het aan mij vraagt, die knetterfonteinen zijn zeker de moeite waard. De knetter die daar afkomt zijn echt heel ziek. Eigenlijk te vergelijken met die Krechlin shots van de Lidl. Ja. Maar het is natuurlijk allemaal Weco, dus waarschijnlijk dezelfde producten. Knetterlinten waren niet de moeite waard. Ik hoop dat er dit jaar nog goede knetterlinten komen. Bijvoorbeeld bij de Aldi of bij andere winkels. Ik hoop het echt, want anders hebben we dus dit jaar geen knetterlinten, want het zou wel triest zijn. Ja. Thanks voor het kijken in ieder geval naar deze video. Als jullie nog tips hebben naar welke winkel we moeten gaan voor categorie 1 vuurwerk, in ieder geval goed categorie 1 vuurwerk, laat het weten onder deze video. Vergeet niet te abonneren en morgen komt er gewoon weer een video online om 4 uur. Later.